Lena Dont, we zijn hier in Oostakker vanavond. Gent Lady speelde tegen Tienen. Hoe ging het? Het was leuk en het was 6-0. Dus ja, we hebben veel gescoord en we hebben goede combinaties gemaakt en het was goed. Ja. Je hebt twee mooie goals weer gemaakt. Hè? De solo in de eerste helft en dan dat prachtig schot in de winkelhaak. Ja, ik vond het was wel mooi, maar ik weet niet meer hoe dat gegaan is. De eerste goal, maar de tweede goal was wel mooi. Ja. Jij hebt daar wel een patent op, hè? Op mooie goals? Ik weet niet, nee, niet echt, denk ik. Nee. Maar je maakt er, het publiek is altijd wauw als Lena Dont een doelpunt maakt. Ja, maar ik denk dat dat vooral ook door het team is dat we. Het zijn allemaal mooie doelpunten, vorige week ook. Ja. En ja. Ja. Dan, je bent geselecteerd voor de Belgian Red Flames, U19. Jullie moeten naar Wit-Rusland binnenkort. Hoe zie je dat in die nationale ploeg? Ja, we moeten daar spelen tegen Wit-Rusland, Oostenrijk en Litouwen. Mm-hmm. En ik denk dat dat wel goed gaat gaan. En ik heb er vertrouwen in dat we goed gaan spelen. En als dat, we hebben de goede mentaliteit en dan gaat dat wel lukken. Ja, en met Gent Ladies, jullie gaan binnen 2 weken dan naar Standaard met een puntje voorsprong. Een grote match daar, want de geen match was 1-1. We zullen eigenlijk elke match ervoor staan en blijven vechten voor de bal. En Standaard is ook een goede ploeg en we gaan ons best doen voor tegen te winnen. Ja. Oké, ik dank je. Veel succes met de Red Flames en met Gent ook. Graag gedaan, dank u wel.